De kleur van een kledingstuk in Photoshop veranderen is heel erg simpel. Zeker als je het netjes geselecteerd hebt, zoals hier. Dan is het enige wat je nog hoeft te doen, is je voegt een kleurtoonverzadigingslaag toe. Nou, dan krijg je automatisch een masker van die selectie. Dus mijn kledingstuk is het enige wat er op dit moment geselecteerd is. Dan hoef ik dus hier niet eens speciaal naar de blauwe tinten te gaan. Ik kan gewoon meteen de kleurtoon kiezen. En dan zie je, kijk, in principe kan ik nu alle kleuren van de regenboog kan ik aan zo'n truitje geven. Maar, en dan gaan we nu naar een andere foto toe, bij een wit kledingstuk, dan werkt dat niet zo. Kijk, als ik bij een wit kledingstuk ook weer een kleurtoonverzadigingslaag toevoeg, hetzelfde verhaal, hè, het is geselecteerd nu, ga ik naar de kleurtoon en dan zie je, er gebeurt niks. Nou, het antwoord is, dat klopt, omdat wit is geen kleur. Dus je kunt niet van wit de kleurtoon veranderen als wit geen kleurtoon heeft. Dus dit werkt niet. Daarom moeten we het op een andere manier doen. Ik ga even een truc gebruiken om mijn selectie terug te krijgen. Zo, dan kan ik deze nu weggooien. Wat we moeten doen is het volgende. Je gaat hier zo, ga je weer naar deze aanpassingslagen en zo toe. Maar dan gaan we hier naar boven toe en dan kiezen we voor volle kleur. En dan zie je in eerste instantie zie je dat je een hele effe kleur krijgt. Als je het hier vanaf de menu kiest, dan is het dacht ik ook effen kleur in plaats van volle kleur. Beetje onduidelijk waarom dat nou weer anders is. Nou, laten we even aannemen dat we dit jurkje, dat we dat, of is het een jurkje? Ja, een jurkje, dat we dat ongeveer blauw willen maken. En dan kies ik voor ongeveer, kies ik voor deze kleur blauw. Nou, in eerste instantie ziet het er niet uit natuurlijk. Maar als ik nu de overvloeimodus verander naar vermenigvuldigen, kijk, dan zie je dat ik in één keer eigenlijk best wel een goed resultaat heb. En als die kleur me nu nog niet bevalt, dan is het kwestie van dubbelklikken erop. Nou, en dan kan ik dus iedere andere kleur kan ik ook nog kiezen. Op het moment dat het om een lichte kleur gaat, dan is dit eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Maar laten we nu eens kijken wat er gebeurt als we een hele donkere blauwe kleur kiezen. En dan zie je, ja, nou verliezen we dus toch weer. Verliezen we die doortekening in dat jurkje. Het ziet er toch een beetje uit zoals daarnet. Alleen ja, we hebben natuurlijk die vermenigvuldige overvloeimodus hebben we al. Dus daar kunnen we niks meer mee doen. Dus wat is nou de truc? Dan gaan we zorgen dat we de lichtste delen in dit jurkje, er zitten toch altijd een hele kleine verschillen tussen donker en licht, dat we die wat extra oplichten, want dat gebeurt ook bij donkere kleding. Dan krijg je toch dat het via reflectie van licht toch nog net eventjes die lichte delen wat meer oplichten en daardoor wat meer detail geven. Ik doe dat als volgt. Ik ga een curve laag ga ik toevoegen, maar nou is het enige probleem, die curve laag die zou dus ook datzelfde masker moeten hebben, want die moet natuurlijk ook alleen maar op dat jurkje moet die gaan. Ik kan natuurlijk dit masker daar overheen kopiëren, maar ja, het nadeel daarvan is dat op het moment dat ik dan straks misschien toch besluit dat ik dat masker nog een beetje moet verfijnen, fine-tunen, dan kan dat niet, of althans, dat kan het wel, maar dan moet ik dat dus twee keer doen en proberen om in beide maskers exact hetzelfde te doen. Dus ik ga er een handige truc voor gebruiken. Ik selecteer beide lagen en dan druk ik nu op bij de Mac Command G en bij een Windows machine op Control G. En dan krijg je een groep. Die groep die springt dicht automatisch ook. Die trek ik gewoon weer open. En wat ik nu kan doen is dan pak ik dit masker en dat masker dat trek ik bovenop de groep. Want een groep kan zelf ook een masker hebben. Kijk, nu zie je dat die kleurvullinglaag is zijn masker kwijt. Curve heeft nog een masker, maar ja, is gewoon wit. Maar de groep heeft nu een masker. En dat betekent dat dus beide lagen gewoon datzelfde masker gebruiken. Nou, dan moeten we natuurlijk eventjes kijken, wat ga ik nou doen om die detaillering in dat jurkje terug te krijgen. En dan maak ik een hele steile curve. Ik denk dat ik het maar een beetje zo op deze manier doe. Zo. Nou, in eerste instantie geeft dat nog niet zoveel effect, omdat nu het totale jurkje weer gewoon lichter wordt. Dus het verschil tussen lichte en donkere delen is er nog niet zoveel. Maar dat kunnen we als volgt kunnen we dat oplossen. Je dubbelklikt hier zo ergens achter die naam curve, dus op in een leeg deel van die laag. En dan komt dit laagstijl komt tevoorschijn. En in laagstijl kan je hierbij overvloeien als, kan je aangeven, de onderste laag, de onderliggende laag, dus dat is die kleurvulling en vervolgens ook het model. Wat ik daar wil als het gaat om deze curvelaag. En als ik hier zeg van nou, ik schuif dit schuifje naar midden toe, dan zeg ik, als die onderslaag heel erg donker is, dan moet die curve niet meer meewerken. Nou, dan gaan we kijken wat er gebeurt als ik dat doe. En dan zie je in eerste instantie gebeurt er nog niet zoveel. Kijk, nu zie je opeens, zie je van hé, nu zie je eigenlijk een beetje dat effect wat ik wilde hebben.
Maar alleen op een hele abrupte manier natuurlijk. Hè. Dus zo wil ik het niet, maar je ziet het wel een beetje komen. Nou, dan is de truc, je kunt dat abrupte kun je heel vloeiend maken door de twee helften van dit schuifje uit elkaar te trekken. En dat kan als je op de Mac de Alt-toets, op de PC de Alt-toets en op de Mac de Optie-toets indrukt. Kijk, dan kan je ze uit elkaar laten gaan. Je hoeft het alleen maar even in te drukken en uit elkaar te halen. Nu hou ik die toets niet meer ingedrukt, dat is niet meer nodig. Kijk, en nu kan ik dus een beetje een overgangszone creëren, want hier tussen is de overgangszone. Dus hier beneden, daar vindt niks meer plaats. Hè. Dus daarom krijg je dat de donkerste, dat die weer gewoon donker zijn. Die worden niet meer opgelicht. Hier krijg je die tussenliggende zone en hierboven krijg je dan dat, dat die lichte partijen toch nog wat extra opgelicht worden. En nu zie je dus als resultaat dat het een heel mooi geloofbaar effect is. Want en je ziet net een beetje dat licht spelen over dat donkere jurkje. Vond je dit een leerzame video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal om geen nieuwe video's te missen.